tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Een auto met het kenteken HK51TJ is eerder vanavond bij een snelheidscontrole, ondanks herhaalde stoptekens, doorgereden met een snelheid van 140 km en er mag maar 50 gereden worden. Ja, neem me niet kwalijk, maar ik geloof dat dit een misverstand is. Arnie is namelijk de hele avond hier geweest. Hij is niet weg geweest met zijn auto en wij kunnen dat getuigen, dus... Ja. Heeft u een omschrijving van hoe die persoon eruit ziet? Nou, een heel algemeen signalement. Een jonge man. Waarschijnlijk onder de 25. Ja, het is wel heel algemeen, hè? Ja, maar de auto staat op uw naam. Waar is die auto nu? Geen idee. Kijk, een heleboel mensen gebruiken mijn auto als ze er zin in hebben. Vrienden. En dan pakken ze hem gewoon en dan laat ik de sleuteltjes in het contactslot zitten. Maar hij kan natuurlijk ook gestolen zijn. Gestolen? Ja, nou ja, als je altijd die sleutels erin laat zitten, dan is het makkelijk om te stelen. Maar ja, dat heb ik er wel voor over. Het is toch een oud wrak. En wel APK gekeurd, hoor. Maar u realiseert zich toch wel dat u verantwoordelijk bent als eigenaar? Hè? Dat u ook aansprakelijk bent voor wat er met die auto gebeurt? Ja, tenzij die dan gestolen is. Maar, kunt u aantonen dat u vanavond niet in die auto gereden heeft? Ja, dat moet wel lukken. Ja, voordat jij nou alle schuld op je gaat nemen, Ik heb namelijk het idee dat ik wil weten wie de bestuurder is. Mijn zoon John. Jeff. Is uw zoon aanwezig, meneer? Nee, die is op dit moment niet aanwezig. Ik kan u wel zijn adres geven. Is het overigens een ernstige overtreding die hij begaan heeft? Nou, hij negeerde een bevel tot stoppen en dan kan hem zijn rijbewijs kosten. Vooral als hij al eens eerder is veroordeeld voor het te harde rijden. Ja. Ja, ik weet niet wat ik zeggen moet. Dank je dat je John probeerde te beschermen. Ja, ik denk, ik wil wat tijd trekken om te kijken wat er nou precies was gebeurd. Ja. Sorry. Ja, dacht je dat ik het niet vreselijk vond? Maar iemand moet toch de verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die John doet? Zelf kan hij niet. Als je echt thuis wil blijven om je moeders keuken te witten, dan moet je dat maar doen, Herman. Ja. Tot ziens, Herman. Nou ja, zo aardig vond ik hem toch niet. Ik ben blij dat hij niet kon. Nou, wie hebben we nou nog niet gehad? Herman was mijn laatste kans. Wat wonderlijk toch dat niemand kan vanavond, hè? Je zou toch denken dat ze het allemaal ontzettend leuk vinden om een nachtje in mijn flat door te brengen. Ze weten gewoon niet wat ze missen. Weet jij niet iemand? Weet je wie volgens mij het spelletje wel mee zou willen spelen? Peter. Denk je dat nou echt? Ja. Nee, volgens mij doet hij dat dus nooit. Zeker niet als hij in de gaten heeft wat de bedoeling is. Ik denk dat hij het te leuk vindt. Hij heeft een bloedhekel aan John. En hij weet tenslotte ook hoe hij jou behandelt. En John moet maar eens begrijpen dat er ook andere mensen zijn die zijn spelletjes mee kunnen spelen. Ik kan bijna niet wachten, hè, tot John thuis komt en al mijn schoenen voor de deur ziet staan. Weet hij ook eens een keer hoe dat voelt. Waarom ga je niet even naar het opvangcentrum kijken of Peter er is? Dat is een goed idee. Dat doe ik. Een koekje van geheel eigen deeg, John Albert. Als ik ooit nog eens beslis me tot één vrouw te beperken, dan word jij dat, Mona. Dat kan je toch niet, je beperken. Hé, hey, jongen, wacht maar tot Rut hier is. Die is geweldig. Net zo mooi als Mona. Ja? Nou, dat hoop ik maar. Ongelooflijk, hè? Wat een toeval. Dat ik uitgerekend jouw pizzeria binnenloop. Op hetzelfde geld was ik naar mijn eigen tent gegaan. Ik ben helemaal weg van je pizza's. Hou op, John. Vind je hem niet verschrikkelijk?
Ja, zeg dat wel, ja. Verschrikkelijk. Hey John, volgens mij komt die Rut van jou nooit meer, hoor. En als ze wel komt, je kan ze toch wel alle twee aan? Ik ga vandoor. Nee. Deze twee kan ik niet aan, echt. Hey, hier heb je het. Hallo. Hey. Hi. Hoi. Nou, Rut, dit is Peter. Peter, dit is Anna. In volle glorie. Hey, laat je drons niet tegenhouden. Oké? Okay? Nee, ik ga niet meer weg. Waar is iedereen? Ze hebben jou hier toch niet alleen achtergelaten, of wel? De wieldoppen van mijn auto zijn gestolen. Nou, ik heb ze niet. Ik weet van niks. Peter heeft een vrije avond. Daniel is op bezoek bij pleeggezinnen en mevrouw Helming doet boodschappen. Ik heb niks gedaan en al had ik het gedaan, dan was het nog mislukt. Vertel jij ze maar dat ik ze zoek, zodra ze terug zijn. Hallo. Hallo, ik ben Mirjam. Hallo. Waarom zeg je niet hoe je heet als iemand zich aan je voorstelt? Ze vergeten je naam toch. Oh ja, hoe heet je dan? Mickey. Ja, dat zou ik ook vergeten. Is Peter er? Nee, niemand is er. Ik ben alleen. Ik heb die wieldoppen niet gejat. Wat doe jij vanavond? Waarom ga je niet met me mee? Wat doen? Ben je ook sociaal werker? Nee hoor. Het is wel sociaal wat we gaan doen, maar we hoeven zeker niet te werken. Gewoon een nachtje samen in mijn flat. Of heb je wat beters te doen? Nee. Nee, niet echt. Mooi, dan kan je net zo goed met mij mee. Oké. Okay. Moet je niet een briefje achterlaten voor mevrouw Helming, dat ze weet waar je bent? Je besodemiet het. Hoe heet je ook alweer? Nee. Ja, toe, Karin. Alsjeblieft. Hou op. Waarom moest je die agent zo nodig John zijn naam geven? Ik kan Arnie toch niet op laten draaien voor iets wat John heeft gedaan? Dat kan toch helemaal niet? Je weet nog helemaal niet zeker of hij het wel was die in die auto zat. Natuurlijk was hij het. Hij heeft toch zelf die auto geleend van Arnie? Ja. Nou, kijk, dat is typisch wat voor jou. Om al veroordelen nog voordat je zijn kant van de zaak gehoord hebt. Om je gelijk te krijgen, zou jij je eigen zoon nog naar de gevangenis sturen. Niet om me gelijk te krijgen. Ik heb gelijk. En als John in de gevangenis belandt, dan is dat zijn eigen schuld en niet mijn schuld. Hij moet toch zo nodig zelfstandig worden? Nou, reken maar dat hij zelfstandig zal worden. Ja, maar zie je nou niet wat je aan het doen bent? Door jouw gedrag ligt straks de hele familie uit elkaar. En toen is die kerel naar Indonesië vertrokken en we hebben nooit meer wat van hem gehoord. Juist, ja. Kom op, wij gaan even pepperoni op je pizza's doen. Uh-oh. Wat is dat een type, hè? Zeg dat wel. Maar wat heb jij dat hij niet heeft? Ja, ik ben van geen kwaad bewust. Laat het dan maar aan mij over. Wat dacht je ervan? Zullen we naar mijn huis gaan? Moeten we niet even op hem wachten? Nou, ik denk niet dat ze ons nodig hebben. Maak je geen zorgen, ik kan heerlijk koken. Ja, maar ik heb geen honger. Ik heb het over eitjes koken voor het ontbijt. Surfing. Dit is het. Doe alsof je thuis bent, Michael. Mickey. Mickey, sorry. Kijk. Waarom doe je dat? Bang voor spoken? Oh, nee hoor. Nee, dat heb ik afgesproken met mijn huisgenoot. Als een van ons iemand mee naar huis neemt, dan zit hij zijn schoenen buiten. Dan weet de ander dat hij maar een tijdje wat anders moet gaan doen. Meestal ben ik dat, maar vanavond is hij de sigaar en hij kan lang wachten tot we klaar zijn. Klaar? Hoe bedoel je? Nou ja, ik neem aan dat je iets wilt doen in de tijd dat hij moet wachten. Of begrijp ik dat verkeerd? Nee, begrijp je heel goed. We gaan hier niet zitten wachten tot het voorbij is. Ben je gek? Wat wil je aanhouden? Geef niet wat je in huis hebt. Hey, zijn Peter en Rut? Naar het huis, denk ik, hè? Zullen wij het ook eens? Ik denk niet dat ze het leuk vinden als we nu bij ze langs gaan. Naar haar huis, hè? That's the time I can see I'm first fell in love.
Hey, Harney. Kom erbij. Dit is Mona. Mona, dit is Arnie. Goeie vriend van me en bovendien mijn neef. Hoi. Wil je wat drinken? Ik wil je even spreken. Onder vier ogen. Haal je even wat te drinken, ook voor jezelf. Okay. Is er? Je hebt mijn auto weer zonder te vragen meegenomen, John. Ja, ik dacht dat ding dat staat dan maar. Ja. En daarna ben je volgens de politie met 140 km per uur door de stad gaan crossen. Shit. In mijn auto. Is dat een nummer? Ja. Politie is langs geweest. Ik zou maar even naar huis gaan als ik jou was, John. Je ouders maken zich zorgen. Zorgen? Ja, dat zal wel. Het zijn mijn vader. Ik kan je beter zelf vertellen. Ga nog maar naar huis. Ga je met mij? Denk er niet aan. Ik ga naar mijn werk. Deze keer zoek je het zelf maar uit, joh. Hier, nog één trekje en is hij op. Heb je nog meer? Nou, ik heb wel genoeg. Zullen we dan dansen? Ik weet wel iets leukers. Ik weet het niet, hè, Jan. Ben je helemaal gek geworden? Ja, jij hebt me hier uitgenodigd, hoor. Gedraag je dan ook tot je aan de beurt bent. Zie je die schoenen niet staan? Ik heb bezoek, snap je wel? Van een man. Wacht maar tot we klaar zijn. Ja, politie, mevrouw, wilt u zo vriendelijk zijn open te doen? Politie? Kom eraan! Juffrouw, waar is hij? Wie? Er is hier niemand, behalve ik. Er is niks ernstigs gebeurd. Echt, we zaten... Ja, wilt u je loodgieter vragen hier te komen? Bent u John Alberts? Wilt u vriendelijk zijn mee te komen naar het hoofdbureau? Nee, dat ben ik helemaal niet. Ik zei John Albert. Dit is John niet. Dit is Michael. Oh, Mickey. Ja, sorry. Mickey is hier al de hele avond. John is nog helemaal niet geweest. Nou, mocht u komen, wilt u dan vragen of u zich wil melden op het hoofdbureau? Ja. Goedenavond. Ja. Ik denk dat ik er ook maar eens van doorga. Nee, blijf nou nog even. Nee. Bedankt voor de gezellige avond. Oké, ik reed. Zie je nou wel? Jeff, alsjeblieft. Je hebt er helemaal niet over nagedacht wat er had kunnen gebeuren. Je hebt er geen seconde bij stilgestaan dat je Arnie in de problemen had kunnen brengen. Dat je iemand dood had kunnen rijden. Nee, het gebeurde gewoon zomaar. En Arnie probeerde notabene nog voor je op te komen. Dat kun jij niet zeggen, hè? En wat bedoel jij daarmee? Je had misschien iets voor me kunnen regelen. Ja. En waarom moeten andere mensen altijd alles voor jou regelen als jij jezelf in de ellende brengt? Andere mensen ergens voor op laten draaien, dat is zo ongeveer jouw favoriete levenshouding, hè? Jongens, alsjeblieft op. Ik word gek van jullie. Ik word gek van de koppijn. Zie je wat je moeder aan doet? Waarom ga je niet naar bed? John, je moet je aangeven bij de politie. Ja. Jij gaat nu naar bed. Ik bel jou zodra ik weet wat er gaat gebeuren. Ja? Ga jij mee dan? Ja. Als ik jou alleen laat gaan, dan komt er helemaal niets van terecht. Ik haal de auto. John. Mam, sorry. Wat een vuile rotstreek tegenover Arnie. Als jij eens wist hoe andere mensen over je dachten. Goh, daar zou je van opknappen. Arnie, wat doe jij hier? Ik kwam toevallig langs.
Oké, ik kon niet toevallig langs. Via deze route kon ik naar school rijden. En omdat ik wist dat uw auto nog kapot is, dacht ik dat u misschien een lift wilde. Begrijp het. Dus als u mee wilt rijden... Nou, graag. En ik vind het heel lief van je dat je zo aan me denkt. Kom mee. Hé, waar kom jij vandaan? Wil je ontbijten? Nee. Heeft hij nachtdienst gehad? Ik weet het niet. Maar wat het ook is, hij wil er niet over praten. Hé! Hey! Hoi. Hé! Hey! Hoe gaat het nu? Ja, met mij gaat het goed. Hoe is het met jou? Oh, wat haat ik politiebureaus. Ja. Altijd last van gehad trouwens. Eigen schuld is goud waard, John. Maar goed, de komende tijd kunnen ze me niet meer pakken voor het hard rijden. Hoezo? Ik ben mijn rijbewijs voorlopig kwijt. En ik krijg een boete. Maar ja, als dat erg kunt, van over 3 maanden krijg ik mijn rijbewijs misschien weer terug. Nou, wat mij betreft hadden ze me goed in kunnen trekken. Ja, het is dus niet de eerste keer. Ik vind het echt doodeng zoals jij rijdt. Hé. Hey. Volgens mij heb jij vannacht geluk gehad. Oh ja? Ja, jongen, wat een mazzel, die Rut. Wat een stuk. Ja, ik ga maar weer naar bed. Als het ergens geen zin hebt, is het gezeik aan mijn kop. Nou, net wil jij Helmik even voor hem bellen. Zeg maar dat ik later kom. Zo. Heb jij een beetje goed kunnen slapen, jongen? Ja, en jij? Prima. En pa. Ik vond het heel aardig van je dat je vannacht meeging naar het politiebureau. Ja? Vaderlijk plichtsgevoel, hè? Dat is dan de 6 knaken, mevrouwtje. Dankjewel voor de lift, Arnie. Echt heel aardig van je. Ja, nou, ik ga toch naar mijn werk, dus als u straks nog een lift mee terug wilt... Nee, 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 dank je. Dat is niet nodig. Ik word opgehaald door meneer De Haas. Daar ga ik vanavond mee uit. Meneer De Haas? Mm-hmm. Oh, die biologieleraar, meneer De Haas. Ja, die. Nou, hij is heel aardig, hoor. Hij kent de stad en weet leuke plekjes waar je lekker en niet te duur kunt eten. En hij is heel grappig. Soms. Nou, dag. Dag. De kluis is niet opgeblazen. Ook niet opengebroken. En volgens mij gewoon met een sleutel opengemaakt. Volgens mij moet iemand van ons het dus gedaan hebben. Ik hoop niet dat u insinueert dat ik het gedaan heb. Jij hebt wel een sleutel van de kluis, Suzanne. Ik was hier niet vannacht. Jij woont hier in dit hotel, Suzanne. Niemand heeft meer toegang tot die kluis dan jij. Jammer genoeg was ik vannacht naar een feestje. Er zijn genoeg mensen die dat kunnen getuigen. Plus de nachtportier waar ik vanochtend langs gekomen ben. Dus... Nee, het is niet waar, hè. Hou je mond. Jij bent zo aan de beurt. Het moet ergens tussen 6 en 9 gebeurd zijn. Om 6 uur vanochtend ben ik hier langsgekomen op weg naar boven. En om 9 uur kwam ik weer naar beneden om te beginnen met werken. Toen ik zag wat er gebeurd was, heb ik onmiddellijk het hoofdkantoor ingeschakeld. Maar hoe heb je dat in godsnaam gedaan? Dat zijn de voorschriften, meneer De Zwaan. Daar had je best even mee kunnen wachten. Nou komen die mensen van het hoofdkantoor hier alles ondersteboven halen. Misschien bellen ze zelf de politie wel. En dat heeft u liever niet? Nee! Ik heb geen zin in negatieve publiciteit, nee. Trouwens, ik heb dit probleem zo opgelost. Jij bent de enige die bij het geld kon, Albert. Jij bent hier de hele nacht geweest, dus volgens mij heb jij het gestolen. En volgens mij heeft u het gedaan. U heeft dat geld zelf gestolen. En u heeft het ook gedaan toen Henny werd ontslagen. Als ik jou was, zou ik een beetje op je woorden letten, jongen. Straks vlieg je eruit. Als die mensen van het hoofdkantoor hier komen... reken maar dat ik iedere minuut kan verantwoorden. Ik hoop dat jij ook een goed alibi hebt. Helen. Goedemorgen. Ik zit met een probleempje. Een nichtje van mij komt bij me logeren. De dochter van mijn zuster en haar man, die dominee is. Het is een heel keurig meisje. Uit de provincie, zal ik maar zeggen. Maar ja, hoe moet dat nou met haar en die jongens hier? Ik wil geen problemen. Waarom sluit u er niet op in het kolenhok dan? Nee, ik bedoel, misschien is het wel goed voor haar om eens te zien wat er in de wereld te koop is. Jawel, maar je begrijpt toch wat ik bedoel.
kan je dat niet bespreken met je medewerkers? Dat ze een beetje opletten, dat die jongens niet allemaal achter haar aan gaan rennen. Zeg, luister eens. Het is hier geen hondenkennel. Ik weet heel goed hoe uw opvattingen zijn over de gang van zaken hier. Als u niet begrijpt wat wij doen, als u niet wilt begrijpen wat wij doen, waarom verwacht u dan dat ik begrip opbreng voor uw keurige nichtje uit de provincie? Ik wil van alles voor u doen. Maar wanneer doet u eens iets voor ons? Ja, het spijt me dat we het hoofdkantoor betrokken hebben bij dit kleine interne probleempje, maar... Het diefstal van totaal meer dan een paar duizend gulden ziet het hoofdkantoor niet als een klein intern probleempje. En dat zou je moeten weten, meneer de Zwaan. Ja, natuurlijk. Maar zoals ik u al heb uitgelegd, zijn er maar een paar verdachten. Het moet namelijk iemand van het personeel geweest zijn en dan ook nog iemand met een sleutel van de kluis. Mm-hmm. Mevrouw Balk heeft een sleutel van de kluis, maar zij heeft getuigen die haar alibi ondersteunen. Ikzelf kan van minuut tot minuut bewijzen waar ik geweest ben gisteravond. Maar Arnoud Alberts hier, die ook een sleutel van de kluis heeft, kan dat niet. Mm-hmm. Meneer Hendricks, gelooft u me nou? Ik ben het met u eens. Gezien het bewijs dat u heeft geleverd, moet meneer Alberts het gedaan hebben. Mag ik een paar vragen stellen? Natuurlijk, u weet hoe graag ik deze kwestie intern wil oplossen. Dank u. Om te beginnen wil ik een paar vragen stellen aan uzelf. Dat is geen punt. Kent u een zekere meneer Westmeer, Berts? Westmeer? Ja. Westmeer. Is dat soms ooit een gast geweest in het hotel hier? Ja, god, die namen die vergeet je zo gauw. Meneer Westmeer kent u in ieder geval heel goed. U heeft een schuld voor een behoorlijk bedrag bij hem, mag ik wel zeggen. Een paar dagen geleden belde hij ons op om te vertellen dat een van onze medewerkers een grote gokschuld bij hem had. Meer dan een paar duizend gulden overigens. En ik heb gisteravond, voordat ik wegging, nog even de nummers genoteerd van de biljetten. In het geval ze 's nachts plotseling zouden verdwijnen. Suzanne, wil jij de politie even bellen? Sorry, Albert. Ik hoop dat je ons niet kwalijk neemt. Nee, als ik mijn baantje kan houden, dan... Tuurlijk, ik geef het door aan de nieuwe manager. Hey, Pete. Heb je het gehoord? De Zwaan is ontslagen. Hij had dat geld gestolen omdat hij speelschulden had. En, eind goed, al goed, Henny heeft haar baan terug. Oh, mooi zeg. Fantastisch. Nou, Pete, niet te enthousiast, joh. Let een beetje op je hart. Is er wat? Ja. Eigenlijk wel, ja. Hey, ik moet je iets vertellen. Nou, wat is er dan? Nou, John had gisteravond een meisje voor me geregeld. Wijs lekker ding. Mooie ogen, niet stom. Nou, ze viel ook wel op mij, dus ik met haar mee naar huis. En toen het grote moment daar was, toen kon ik het ineens niet meer. En je zei dat je haar ook leuk vond? Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou, ik heb gelezen dat bij iedere man wel gebeurt. Soms. Ja, nee, dat is het niet. Ik bedoel, ik heb erover zitten nadenken, maar... Eigenlijk is het zo, sinds Suzanne interesseert het me gewoon niet meer. Seks. Dat meen je niet? Ja, dat meen ik wel. Seks interesseert me gewoon niet meer. Al heel lang.